keer proeven? Ja. Wacht. Aan je mond. Zo groot. Te groot toch wel? Dat is natuurlijk soms echt heel ongemakkelijk. Ja, je weet niet wat hij moet denken. Hij probeert ook zijn aandacht te verdelen. Dat is eigenlijk een beetje gelijk in een film. Hè? Dat je mij zo twee vrouwen een Italiaan pizza zit te eten. Romantisch. Als ik eerlijk ben, vond ik het aangenamer met drie dames. Dan met twee eigenlijk. Ik zoek een relatie. Hè? Ik zoek niet alleen maar een vrouw voor een keer. Twee keer te poepen, zeg maar, dan is het goed. Oh ja, maar weet je wat ik bedoel? Ik zoek een relatie, ik wil wat opstarten en eigenlijk een nieuw kapitel schrijven en het dan tot samen te schrijven en dat allemaal op te bouwen. Hè. Het is een raar gevoel dat er iemand bij is want om je emoties en hetgene wat je wilt overbrengen, over te brengen met iemand anders erbij. Ik vind dat ook wel onrespectvol een beetje. Wanneer Joël naar het toilet gaat, lucht Severin haar hart. Maar jij hebt er moeilijk mee omdat ze zij er ook is. Ja. Ja. En ik heb schrik dat hij misschien gaat tegenhouden om mij leuk te vinden of zo. Omdat je dan denkt van, wie is ze? Is ze zo altijd kalm of wat? Terwijl maar eigenlijk zijn niet kalm, hè? Nee, dat is probleem. Want is zeg mij iedere dag, met u alleen, de camera's mogen er nog bij zijn. Ja. Ze gaat zien, ik ben springlevendig en ik zit vol met energie. Tuurlijk, maar dat ik in dat water ook gemerkt. En ja, voilà, ik vond dat super tof. Je moet er eigenlijk niet zoveel... En ik wil er alles voor doen, ik wil er mij voor smijten. Ja, ik weet het, maar je moet er niet te veel gedanken over pijzen. Ik ga dat niet meer doen. Ik ga door. Ja. Moet er wel er alle twee over.